afgelopen 8 weken hebben nieuwkomers creatieve workshops gegeven in Museum Orientalis aan ROC-studenten. En zij werden begeleid door Hans-studenten Social Work. Aan het eind van de cursussen kregen de nieuwkomers een certificaat uitgereikt door de voorzitters van het college van het bestuur van de HAN en het ROC. Een van de workshops was Quitting Art en werd gegeven door Suzanne. Nou, ze is Suzanne. Ze is al 1,5 jaar in Nederland. Ze woont nog in het AZC Nijmegen. Ze heeft dit voor Spacetoon gedaan. Het is een bekende programma voor kinderen gewoon in Syrië. En ze heeft Quitting Art gedaan en nu doet ze het nog een keer hier. En ze vindt het leuk om met mbo's te doen of hbo'ers, gewoon met studenten. We hebben eigenlijk quitting gedaan. Zoals u ziet is het eigenlijk een soort kunstwerk wat wij uitwerken met kleine papiertjes die wij waar we rondjes of driehoekjes van maken en dat eigenlijk erop plakken om het mooi uit te werken eigenlijk. De bedoeling van het project van Stichting Elan Art is door middel van kunst elkaar beter leren kennen en gebruik maken van capaciteiten van nieuwkomers. Dan merk je eigenlijk dat het maakt niet uit van waar je komt, wie je bent. We waren echt een gehechte groep, want we kenden elkaar allemaal nauwelijks. Het was denk ik een groep van 12 mensen en dan ook nog dus de nieuweling erbij. Waaruit zij ook nog niet echt Nederlands kon. Dus dat was ook nog een beetje moeilijk communiceren. Maar uiteindelijk merk je wel dat het allemaal hartstikke goed is gelukt. Studenten van de HAN Social Work zullen in een beroepsmatige toekomst met de doelgroep te maken kunnen krijgen. Ik heb tot nu toe zoveel mogelijk stages gehad, zodat ik een beetje kan kijken wat ik wel en niet interessant vind. En de doelgroep asielzoekers spreekt me zeker aan. En dan al helemaal het gebied jeugd, wat we hier natuurlijk in combinatie hebben met ROC-studenten. Dus ik zie mezelf wel later in een dergelijke situatie zitten, ja. Je leert er heel veel van. Je leert projecten zoals dit organiseren, maar je leert ook inderdaad de verbinding tussen ROC-studenten en nieuwkomer spelen. Maar ook een stukje lesgeven, een stukje autoriteit. En toch dat ja, mensen bij de les halen. Dat is iets wat je op de PABO leert, maar dus ook bij social work en dat is wel leuk. Dit is een van haar leukste momenten en hoe ze met studenten, met Nederlandse studenten omgaat, hoe lief en aardig ze zijn en hoe hun haar verwelkomen en hoe leuk het gewoon is.